Goedemorgen. We zijn weer live. Ik heb er zin in. Ik keek naar buiten. Lekker weer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Even kijken. Stel jezelf even voor de mensen die nieuw zijn. Je kan aan de rechterkant zitten een chatfunctie. Ik zal even een naam typen. Dan kun je zien waar dat is. Ik heet even iedereen. Goedemorgen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En mensen stromen binnen. Gaat de goede kant op, dus dat is mooi. Laat even weten dat je er bent. Zet er even bij wat de eerste gedachte was die je vandaag had toen je opstond. De eerste gedachte. Iets in de trant van: he, is de nacht nou al om? Of misschien wel: hey, een nieuwe dag, ik heb er zin in. Of vrijdag, we gaan er tegenaan. Goedemorgen, Welmoet. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen, Boukje. Hi, Fritjof. Leuk dat je er weer bent. Wat een mooi weer. Goede gedachte, Welmoet. Dus wat was je eerste gedachte die je had vandaag toen je opstond? Hè? Want de dagen die beginnen altijd met: je wordt wakker. En dan heb je een bepaalde mate van energie. En die energie, dat is, noemen we ook wel humeur. En die humeur die varieert. Die is niet altijd even steady. En bij de ene wat meer als bij de ander. Maar de eerste gedachte die mensen hebben, die is vaak wel gekoppeld aan hun humeur. Want ze worden wakker, ze krijgen gedachten. Dat wordt vaak ingegeven door het humeur. En als het humeur onder de 8 zit, of onder de 7,5 voor mijn part, afhankelijk van hoe kritisch je bent, dan kan het zijn dat je het even moet herstellen. Dus als het eronder zit, moet je zorgen dat je aan het begin gelijk iets doet waardoor die energie terugkomt. Bijvoorbeeld, je doet een ademhalingsoefening, of je gaat even lekker douchen met rituals op, of je zet even lekker muziekje op, of iets wat je in de staat brengt van de goede dag. Want doe je dat, dan krijg je automatisch krijg je ook een betere focus. Hey, dat doe ik met een reden. Even kijken, ik zie al wat dingen binnenkomen. Even kijken, wat ga ik vandaag doen? Oké, dat is mooi. Boukje, heel goed. Dat is altijd goed. Lisette, heerlijk geslapen. Eerste gedachte van B was: ik hoop dat mijn schoonmoeder niet opnieuw geopereerd hoeft te worden. Ja, dat kan ook. Jaap zegt: heerlijk geslapen. Hoop te doen vandaag, zegt Fritjof. Wouter, goedemorgen Wout. Goedemorgen Wout. Ingrid Boersma, goedemorgen voor iedereen. Ja, dat zijn allemaal goede gedachten. Want hoe creëer je nou positiviteit? En toen ik, ja, want we hebben iets van 7 webinars gehad. Ik zal even de route vertellen die we al gedaan hebben. Want het sentiment van mensen werd een beetje donkerder. En wat somberder. Het duurt ook allemaal wat lang met corona. We weten ook niet wanneer het nou precies eindigt en wat het einde van de tunnel is. En dat heeft een weerslag op de gemoedstoestand van heel veel mensen. Afgezien nog van het feit dat ook veel mensen onder druk staan of ondernemingen hebben die niet goed gaan of dat soort dingen. En dan kom je automatisch kom je bij gemoedstoestand uit. Dus wat we hebben in eerste instantie gedaan is kijken: hoe kun je nou goed thuiswerken? En hoe kun je nou thuiswerken leuk maken? We hebben ook gekeken naar hoe kun je online sessies heel inspirerend maken. We hebben gekeken hoe je de vitaliteit van jezelf en je team of je organisatie en de mensen erin een boost kan geven, kan verhogen. We hebben gekeken naar mindset, van wat je kunt doen aan mindset. We hebben gekeken naar taal. We hebben gekeken naar hoe je om kan gaan met eenzaamheid bijvoorbeeld. En we hebben ook gekeken naar hoe een team kan blijven. En nou, na eenzaamheid, eenzaamheid was niet zozeer over eenzaamheid alleen, want het ging eigenlijk over: hoe kun je je emoties managen? En als je dat heel goed kan, dan kun je namelijk snappen wat de boodschappen zijn die je lichaam je geeft. En dan kun je ook snappen wat die emoties je in positieve zin proberen te vertellen en wat je dus zou kunnen doen om aan de andere kant te komen. Dus uiteindelijk kan het ook zijn dat eenzaamheid, hè, dat wil eigenlijk zeggen, de positieve intentie daarvan is dat je graag samen bent met anderen, of dat je graag jezelf wil delen met anderen, of dat je gewoon intern eenzaam bent en daar graag met mensen over wil praten. En praten is een heel goed middel daarvoor. Maar zo heb je bijvoorbeeld ook: als je woedend bent, dan ben je dus kwaad. Kan zijn dat er iemand over je principes heen gegaan is en dat je moet opkomen voor jezelf. Dus altijd heeft een emotie, is een intuïtieve reactie, maar heeft altijd wel een positief effect. Nou, en bij positiviteit is dat heel belangrijk. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben. Ik zal even laten zien wat het programma wordt. Ik ben ten eerste even benieuwd waar jullie benieuwd naar zijn. Dus we gaan even dadelijk beginnen met een polletje en even kijken de open vraag. Ik zal wat facts laten zien over positiviteit. Ik ga even na wat bij jullie nou tot positiviteit leidt, zeg maar. En wat het precies is. Ik heb daar nog een tweetal leuke filmpjes bij. En dan ga ik een lichting belichten. Die heet de positieve psychologie. Dat is van Csikszentmihalyi Csikszent, onder andere. En van Frederikson. En dat wil niet zeggen dat je altijd positief moet denken. Maar dat is een bepaalde manier waarvan focus. Waarbij je in plaats van de focus probeert te leggen op de problemen en de negatieve aspecten. Met name gaat werken aan krachtige, gezonde eigenschappen.
En daar hou ik van slim, hou ik daar zo van. Omdat wij proberen mensen nieuwe routines voor leven en werken te leren, die veel dichter bij hun natuurlijke voorkeur en DNA ligt. En als je dat kan, dan word je krachtiger, dan word je ontspannender, positiever, et cetera. Want er is geen mens die gestrest is als hij in flow is. En dat is gewoon één ding wat zeker is. Oké, wat doen we dan nog? We gaan even kijken wat er bij jou aanwezig moet zijn. Dan laat ik je wat weten over Frederiksson. Ik ga je vertellen wat de voordelen ervan zijn. En dan komen we nog een keer bij de boom uit van Slim, waarbij ik je een specifieke vraag ga stellen om eens te kijken hoe jij dat kan doen bij jezelf. Dat is even het programma voor vandaag. Ik zag Ingrid ook nog even kijken. Mijn positiviteit vanmorgen is starten met een webinar met Wout. Kan ik de volle dag goed beginnen? Nou, dat is helemaal heel gaaf. Mijn start was een brief die net uit de briefbus gehaald heb en die ik aan mezelf had geschreven. Oh, dat is zo gaaf, Wouter. Ja, super nice. All right, laten we eens beginnen. Als het gaat om positiviteit, waar ben je dan nu benieuwd naar? Zet eens even in de chat, waar ben je nu benieuwd naar? Dus als het puur gaat over positiviteit, waar ben je nu benieuwd naar? Schrijf even in de chat en ik lanceer ze ook even een polletje om jullie ook even wakker te maken. Dus waar ben je nu benieuwd naar als het gaat om positiviteit? Bijvoorbeeld, hoe werkt het? Of hoe kan ik van iets negatiefs iets positiefs maken? Of hoe ga ik om met negatieve mensen? Of het kan van alles zijn. Zet even in de chat, wat is precies voor jou de leerwens waar je benieuwd naar bent? En dan ga ik even, ik kreeg gisteren van iemand dit als vraag. Hoe houd je sentiment positief als de tendens negatief is? Vond ik een mooie vraag. Ik denk, nou, even kijken. Hoe kan ik nog beter in het hier en nu blijven? Oh ja, present worden, Jaap. Gaaf. Hoe ik mijn negatieve gevoelens en piekeren kan omkeren? Oké, mooi, Diane. Hoe kan ik mijn omgeving positief beïnvloeden? Hoe kan ik de genoemde webinars terugzien? kan ik de genoemde webinars terugzien? Ja, dat kan, Johan. Ik zal dadelijk wel een linkje aan het eind zetten. Fritjof, hoe buig je negatief om naar iets positiefs? Hoe bouw ik mijn eigen positieve inslag als de omgeving negatief is? En Joost zegt, hoe blijf je positief als je kind van 4 je het bloed onder de nagels vandaan haalt? Ah, dat is wel een hele mooie. Ja, je kan ook zeggen dat positiviteit is eigenlijk een doe-activiteit die je zelf, ongeacht je omgeving, eigenlijk proactief zou moeten doen om dat positief gevoel te krijgen. En je wordt natuurlijk beïnvloed door je omgeving. Dus kijk, heel simpele manier, algemene regels zijn er sowieso. Ga meer wandelen, ga de natuur in. Als je negatief voelt, moet je in beweging. Niet stilstaan, fixeren, maar in beweging gaan. Emotion creates motion, creates emotion. Dus dat is heel erg belangrijk. Hi Wilmot, ja, fijn dat je eerste webinar, ik ben benieuwd wat je gaat vertellen. Maar algemene regels zijn dus, als je in beweging gaat, dat is heel erg goed, want dan fixeer je niet. Wat ook een goede manier is dat je niet te veel op je telefoon en niet te veel op social media en niet te veel het nieuws gaat bekijken, want er staat alleen maar negatief nieuws in. En de wereld is niet alleen negatief. Ik heb er ook een heel mooi filmpje van, die duurt alleen een uur, maar ik zal hem nog wel naar jullie toesturen in de begeleiding, van een man die vertelt, die laat alle positieve dingen zien in vergelijking tot de negatieve dingen die gepresenteerd worden. En dan kun je eigenlijk zeggen, ja, het heeft dus ook een heel deel met eigen focus te maken. Want wat creëert emotie? Dat zijn de 3 F'en. Waar je focus wordt groter, de frequente vragen en taal die je gebruikt, de soort, bepaalt je manier van denken. Dus stel je negatief twijfelende vragen, krijg je negatief twijfelende antwoorden. Gebruik je negatief twijfelende woorden, krijg je negatief twijfelend gevoel. Weet je wel? Dus het is focus, frequente vragen, taal en fysiologie. Dus hoe je loopt, hoe je beweegt, hoe je mimiek staat, bepaalt voor een heel groot gedeelte je gevoel. Dus even kijken hoe het met jullie is op dit moment. Als je gewoon puur kijkt op positief gevoel, zet eens even in de chat, in de poll, hoe positief voel je je nu? Eens even kijken hoe de balans is. Dus we hebben 24% zegt heel positief, 59% redelijk positief en 18% niet zo positief. Oké, en dat is prima, hè? Dus hoe je voelt is gewoon helemaal oké. Dus dat is goed. Oké, in vergelijking tot Nederland, hoe voelt Nederland zich eigenlijk? Nou, dan kun je zeggen dat 12% van de mensen in Nederland bevlogen is. Nou, en 12% van de Nederlandse mensen bevlogen, dat houdt in als je in flow zit en je gaat je aandacht richten op goede routines die je
in bevlogenheid brengen. En daar had in de Slimschakel had daar professional Arno Bakker en Klaas-Jan Rijnk een hele mooie webinar over gegeven. Is leuk om voor Johan om terug te kijken. Want die ging namelijk over workhacking en lifehacking. En workhacking en lifehacking wil eigenlijk zeggen, hoe kun je iets wat je normaal doet, wat je niet zo leuk vindt of wat je niet zo leuk ervaart, op een andere manier benaderen of bekijken, waardoor die bevlogenheid terugkomt. En dat is heel erg nice, want dan ga je eigenlijk designen hoe je leven kan zijn. Te positieve gedachten zetten mensen niet in actie. Dus, hey, ik heb gelijk een weerwoord op positiviteit. Positiviteit, hartstikke goed natuurlijk, want dan voel je goed en word je, ja, word je lekker, kom je lekker in beweging en dat soort dingen. Tenminste met je mind, weet je wel. Dus dat gaat meer in flow. Maar als je iets moet oplossen wat moeilijk is, dan kan het zijn dat bij te positieve gedachten dat je niet in actie komt. Dus als je denkt, nou, je krijgt een brief thuis gestuurd met je wordt uit je huis ontzet, dan is het wel degelijk handig als je in actie gaat en niet het op de beloop laat door te denken van, nou, weet je, kom wel goed en we gaan wel kijken wat het wordt, want het komt altijd goed. Nou, en dat is dus niet goed. Dus de positieve gedachten zetten mensen ook niet in actie. Negatieve gedachten echters kun je ook weer bevriezen. Dus als je ergens opziet, als een berg tegen dingen opziet en je vindt dat heel moeilijk, ja, dan kan het ook zijn dat je juist stil komt te staan en niet meer vooruit gaat bewegen. En dan zie je bijvoorbeeld heel veel in verandering. Want verandering kost per definitie in je brein meer energie. Dus even kijken. Wouter zegt, op zich ben ik redelijk positief, maar soms moet ik iets verzinnen om aan de slag te gaan, om even een drempeltje te overgaan. Ja, dat klopt, Wouter. Dat is heel goed, hè? Emotion, motion creates emotion. Een collega Welmoed attendeerde mij op jouw webinar en ik hou van positieve en goede intentie. En hij hoopt met deze sessie weer wat handvatten bewustwording te krijgen, zegt Lisette. Nou, helemaal goed. Dan zit je hier helemaal goed. Oké. Dus negatieve gedachten kunnen je ook bevriezen. Negatieve gedachten hebben soms ook een mooie waarschuwingsfunctie. Dus wij willen niet graag naar negativiteit, maar ons brein wordt er wel naartoe getrokken. Vandaar dat vrijwel elke positiviteitskrant is mislukt. Er zijn er zo 5 of 6 opgestart en bijna allemaal zijn ze mislukt. Maar positieve acties en intenties, daar houden mensen wel van. Voornamelijk ook als ze er zelf aan mogen deelnemen en ze mogen iets geven waardoor het iets doet voor de ander. In vergelijking tot bijvoorbeeld, we hebben de Song for the People geschreven. Dat is een song over hoop en inspiratie en samen verbinden. Die hebben we gekoppeld aan de V-Liefsactie. Dat was een kaartenactie voor eenzame ouderen. En we hebben 7 hotels in 5, 6 weken 16.000 pakketten. 16.000 pakketten. Met koekjes, koffie, puzzelboekjes, tulpen, nou ja, Nivea, crème, noem maar op. Hebben ze geregeld via sponsoring. Maar ook 16.000 handgeschreven kaarten van mensen wildvreemden die gewoon een positief kaart sturen naar iemand anders. En daar was het gave, dat heeft zoveel positiviteit opgeleverd voor de ouderen, voor de mensen zoals ons die eraan deelnamen, maar ook voor de mensen die de kaartjes schreven. Die schreven kaartjes aan ons erbij van wat een super actie en ik krijg hier zo'n blij gevoel van. Dus schijnbaar helpt het heel erg om ook iets te doen voor de ander. Daar zit vaak ook veel positiviteit in. Dus negatieve gedachten kunnen een waarschuwingsfunctie hebben. Dat is heel mooi. Je moet dan naar de positieve kant kijken. Wat is de positieve boodschap erachter? Wat kan ik doen? En als je deelgenoot wordt van iets heel positiefs en je gaat daarin mee en jij helpt mee om iets positiefs te creëren en je stimuleert anderen erin, dan gaat de positiviteit omhoog. Dus eigenlijk is mijn credo is van leer met negatieve gedachten omgaan en maak een onderscheid tussen zinvolle en niet zinvolle gedachten. Per definitie is elke gedachte is niet waar. Per definitie is alles wat ik zeg ook niet waar. Want het is een moment waar je al een perceptie hoe je tegen dingen aan kan kijken. En wat ik mensen probeer te leren is het hele palet te laten zien. Dus als je iets negatiefs ervaart, ga er maar vanuit. Dat is een kokenvisie. Want als je er 10 mensen naar laat kijken, dan krijg je 10 nuances. Dat is gelijk ook wat een van de deelnemers zei. Hoe kom je in het nu? Dat doe je door objectief, zeg maar, naar dingen te kijken. Dus een hele goede oefening voor piekeren bijvoorbeeld. Daar zag ik ertussen staan. Dat is ook als je om moet gaan met mensen en je zoekt van hoe komen we hier samen uit. Schrijf maar eens een kolom op. Feiten, meningen, gevoelens, ambitie, actie, resultaat. Dus feiten, meningen, gevoelens, ambitie, actie, resultaat. En schrijf dan de situatie maar eens op. Wat zijn de feiten? Wie was erbij? Wanneer was het? Wat is mijn mening? Wat was hun mening? Welk gevoel geeft het mij? Welk gevoel geeft het hun? Welke sfeer creëerde dat?
Dat is de derde categorie. Vierde categorie is, wat wil ik ermee? Wat is mijn ambitie? Waar wil ik naartoe bewegen? Dan de actie. Wat ga ik doen? Wat wordt mijn eerste stap? Wat wordt het stappenplan? Wie gaat me daarbij assisteren, helpen? Tot welk resultaat leidt dat? En door dat op te schrijven, krijg je een soort objectieve kijk erop. En krijg je een andere perceptie. Wat ook werkt, is wat we vorige week hadden gedaan. Dat ik kaarten had met allemaal namen van mensen en dieren en dingen erop. En daar stond dan een kaartje en stond dan bijvoorbeeld Mozart op. Stel je voor, je zou Mozart zijn. Hoe zou je dan tegen deze situatie aankijken? En wat leert dit jou? En door zeg maar je perceptie in je hoofd te veranderen, word je meer present in het nu, word je objectiever. En dat helpt bij het creëren van positiviteit. Dus dat is heel nice. Alright, schrijf eens in de chat. Welke elementen leiden volgens jou naar een positief gevoel? Dus welke elementen leiden volgens jou naar een positief gevoel voor jou? En in welke mate is dat bij jou nou geactiveerd? Dus welke elementen leiden volgens jou naar een positief gevoel? En in welke mate is dat nu geactiveerd? Dus bij mij is het bijvoorbeeld samen dingen doen. Dat leidt tot positiviteit. Verbinden. Iets creëren. Samen genieten van de reis. En erbij stilstaan. Gedaan. Dus bijvoorbeeld mij is dat, even kijken. Johan zegt muziek maken, mooi. Denken aan joy en in het nu zijn. Oké, goed zo. Bouwkje zegt doelen stellen en dat ook uitvoeren. Ja, dat kan een heel goed voldaan gevoel geven. Maar wat nou als je het doel stelt en je bereikt het niet? Weet je wel? Ben je dan nog positief of kun je dan in het nu blijven zeggen van ja, dus ik ben bezig met de reis en ik ben er onderweg naartoe, lukt me dat? He, dus, want er zijn drie dingen waar mensen over stuur van raken, Bouwkje. Dat is een intentie die doorkruist wordt, een verwachting die niet uitkomt en een mening die je niet uitspreekt, weet je wel? En dat beïnvloedt de negatieve kant je emotie. Oké, Diana zegt dat ik gisteren verrast werd met een bezoekje voor mijn verjaardag en dat de zon weer schijnt. Gefeliciteerd, Diana. Carlijne, dankbaar in het nu zijn. Ingrid Boer zegt met mijn ding bezig zijn, anderen helpen. Bakje zegt klopt. Joost zegt samen iets moois doen maken. En Jaap zegt in rust orde in de dag brengen. Wat maakt me blij? Ja, dat is ook super gaaf. Dus er ook bij stilstaan. Ik doe dat elke morgen. Elke morgen vul ik een formulier in. En dat formulier dat geeft aan. Wat is mijn missie? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn belangrijke doelen? Maar ook, waar krijg ik energie van? Wie ga ik vandaag ontmoeten om een project vooruit te bewegen? Van welke persoon word ik blij? Moet ik even bellen? Wat ga ik doen om mijn vitaliteit hoog te houden? Dat vul ik ook in. En die dingen die belangrijk niet urgent zijn, plus die joy dingen en vitaliteitsdingen, die plan ik eerst in. En dan plan ik drie momenten in mijn dag om dat te evalueren. Hoe gaat het? Heb ik dat gedaan? Heb ik mijn belangrijke niet urgente ding gedaan? Ben ik al blij geweest? Hoe is mijn energie? Heb ik al gewandeld? Dat soort dingen. En door dat te evalueren, word je bewuster. Bea zegt, echt aandacht geven en ontvangen. Simone zegt, iets voor anderen doen, geven, in de natuur zijn. Ja, mooi. Mensen om me heen, bij wie je totaal jezelf kan zijn. Ja, super gaaf, Simone. Ja, dat is echt super belangrijk. Dat is een van de dingen waar werknemers het meest naar verlangen. 100% zichzelf kunnen zijn op hun werk. Jaap. Er zit een echo in het geluid. Daar heb ik geen idee hoe dat kan. Ik kan hem een beetje zachter zetten. Even kijken. Fritjof, genieten van mooi weer. Al zit je binnen, is het toch fijn als je de zon buiten ziet schijnen. Ja, en zo simpel is het. Hè? En nou, als vervolgvraag. In welke mate is dat dan nu bij jou geactiveerd? Dus in welke mate is dat nu bij jou geactiveerd? Even kijken. Ik zal even een polletje ervoor lanceren. Dan kunnen we even de percentages bekijken. Dus in welke mate zijn jouw positieve gedachten in je leven nu geactiveerd? Dus de dingen die je net hebt opgeschreven, in welke mate doe je die nou? Want op het moment dat je ze doet, krijg je vrijwel altijd een goed positief karakter. Doe je ze wat minder, dan wordt het tijd om dat te gaan activeren en toevoegen. Even kijken. En dan zegt 8% zegt 100% geactiveerd. 62%, 64% zegt 75% geactiveerd, 27% zegt 50% geactiveerd en 7% zegt 25% geactiveerd. Alright, goed zo. Want dan hebben we een status quo, dan weten we wat we moeten doen met z'n allen, van hoe we dat gaan aanpakken. Oké, wat wil nou eigenlijk positiviteit zeggen? Positiviteit wil zeggen dat je aandacht gaat krijgen voor de goede dingen. Dus eigenlijk, let good things
happen. Dat wil zeggen dat dat is positiviteit. En op het moment dat je aandacht hebt voor goede dingen, dan kun je namelijk bedenken hoe krijg ik dat nog meer tot leven. Dus eigenlijk wil zeggen waar focus je op. En wat de meeste mensen fout doen is op 1000 dingen focussen en dan met 5% intentie doen. En ik zeg je moet het net andersom doen. Je moet 5 dingen maximaal doen met 1000% intentie en herhaling. Doe je dat en komt dat steeds terug, dat patroon, dan word je er ook echt goed in en dan krijg je automatisch ook een veel positiever gevoel. Nou, daar heb ik een hele leuke film bij. Ik laat even 2 filmpjes zien. Hè. Eentje in het begin, eentje aan het einde. Hoe het niet moet. Geweldig, ja, echt super. Echt geweldig. Dat, ja, ja, zeker. Ik hoorde dat je failliet was. Klopt. 450.000 euro schuld. Oh, dat is wel vervelend voor je. Nee hoor, ik zit in de schuldsanering. Dat is te gek hoor. Oh. Ze doen je geldzaken, je boekhouding, je krijgt een beetje zakgeld op de koop toe. Maar kun je dan wel blijven wonen? Nee hoor, nee, we worden ons huis uitgezet. Dat is te gek man. Nieuwe omgeving, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes voor de kinderen. En dan gaan we naar opa en oma. Dus dan zien ze die ook wel vaker. Ja, hoe gaat het met je ouders? Heel goed, ja. Fijn. Kanker. Wat? Allebei. Ach, verschrikkelijk. Ja, maar ze hebben een schitterend leven gehad, toch? Zo moet je het ook zien, hè? Hey. Man, ik vind het zo bijzonder hoe jij omgaat met tegenslagen. Welke tegenslagen? Oh! Wat het filmpje in ieder geval vertelde, is 2 mannen komen elkaar tegen. En 1 man die zegt, die komt het huis uit en die zegt van, hey, hoe is het met je? Ja, wat goed eigenlijk. Vertel, waar ben je mee bezig? Nou, ja, mijn bedrijf is failliet. Bedrijf failliet? Goh, wat erg joh, ik schrik ervan. Hey joh, hartstikke fijn, want hoef ik me niet meer druk te maken over belasting. Het wordt nu overgenomen, dus het wordt allemaal voor me geregeld, helemaal goed. Ja, en verder. Ja, ik heb 450.000 euro schuld. 450.000 euro schuld. Man, joh, ben je niet in paniek? Nee, hartstikke fijn, want er komt nou schuldsanering op. En dat is helemaal positief, gewoon helemaal fijn. Ik, alles wordt voor me geregeld. Ik krijg zelfs een extra zakcentje mee, dus nee, helemaal goed. En hoe is het met je ouders? Ja, nee, ja, prima, joh. Nee, ja, ze zijn terminaal, hebben kanker. Ja, maar dat is toch hartstikke erg, joh. Nee, joh, hartstikke fijn, want ik ben nu nog meer bewust dat ze er zijn en helemaal fijn. Dus nee, dat komt er goed, zo is het leven, hartstikke goed. En dan loopt die meneer, die loopt de weg uit en dan zegt die andere, goh, ik vind het fantastisch dat jij zo in deze ellende meemaakt en zo positief kan zijn. En dan loopt die meneer de straat over en dan wordt hij aangereden door een bus. Dat is dus niet de bedoeling. Je moet wel gezond, realistisch, positief blijven. Je mag natuurlijk wel zo doen, maar dat is natuurlijk niet realistisch hoe een mens echt werkt. Tenminste, in mijn inzicht. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Hoe het wel kan doen, is dat je gebruik gaat maken van accenten uit de positieve psychologie. Dus je werkt met krachtige en gezonde eigenschappen in plaats van de focus te houden bij problemen en negatieve aspecten. En die hebben zowel een emotionele, relationele en maatschappelijke positiviteit in zich. Dus dat wil zeggen dat de focus voor je gezonde eigenschappen, die zitten eigenlijk op alle gebieden. Dus je voelt je van binnen emotioneel gezond. Je bent ook bewust van hoe je voelt. Hè? Dus in het nu, present. Bewust ook als je negatieve gedachten hebt, zeg maar, ook bewust dat je er zelf iets aan kan doen. Relationeel wil zeggen, je bent bewust van de verbinding tussen jou en anderen. En je weet als je ze mist of je weet als er iets niet goed is, dat je dat zelf ook productief kan herstellen. En maatschappelijke positiviteit wil zeggen dat je een beetje filtert tussen alle negativiteit van de dingen die er gebeuren, dat dat maar een fragment van de realiteit is en dat jij zelf in die manier van denken daar een positief gevoel bij kan creëren. Oké, dat gezegd hebbende, wat is er dus bij jou aanwezig als jij je positief voelt? Wat is er dan bij jou voor gevoel aanwezig? Dus bij mij is dat bijvoorbeeld verbinding, empathie, liefde, creatie. Dat soort dingen is bij mij aanwezig. Op het moment dat dat aanwezig is, dan ben ik vaak ook in flow. Dat wil zeggen, flow wil zeggen moeiteloosheid. Lijkt wel of alles gemakkelijk gaat. Er zijn nog steeds problemen hoor. Want als je geen problemen hebt, ben je dood, zeg ik altijd. Dus hoe meer problemen, hoe meer je leeft. Dat is een goede instelling. Tenminste, even dagen later. Maar het wil in ieder geval zeggen dat problemen zullen er altijd zijn.
Maar op het moment dat je positief bent, dan ervaar je bepaalde dingen. Die zijn bij iedereen zijn die verschillend. En ik ben even benieuwd wat er bij jullie is. Dus even kijken. Samenwerking, plezier, enthousiasme, zegt Joost. Ja, gaaf. Ja, dus op het moment dat je positief voelt, zijn er samenwerking, plezier, enthousiasme is aanwezig. Oké, gaaf. Bij mij was dat, ik zal mij er ook even in zetten. Verbinding, ik hou erg van empathie. Creatie, samen. En ook het gevoel mogen zijn, vind ik ook heel gaaf. En dankbaarheid vind ik ook een hele goeie. Het zijn zomaar eens wat dingen. Op het moment dat dat aanwezig is, dan voel je dat. Fritjes, even kijken. Inderdaad, verbinding voelen en samen iets bereiken, zegt Lisette. Ja, goed zo. Fritjes zegt veilig voelen met vertrouwde mensen. Carlijne zegt enthousiasme, humor, verbinding, daadkracht. Diane, niet piekeren, me fit voelen, me sterk voelen. Ja, dus eigenlijk niet piekeren wil zeggen zorgeloos zijn. Vertrouwen op het universum, vertrouwen op dat het altijd goed komt. Dat kan het zijn. Energiek, blij, resultaat zich wel moet. Dat ik plannen maak, samenwerk met mensen, gewaardeerd wordt. Verbinding voelen met mezelf en anderen om me heen. Zelfs online. En Jaap zegt energie. Nou, en wat heel gaaf hieraan is, al deze dingen, die kun je dus doen. Weet je wel? Want niet piekeren is een doegedachte. Dat is een doeactiviteit. Hoe doe je dat? Door zorgeloos te vertrouwen op dat het goed gaat komen. Of door bijvoorbeeld in kaart te brengen wat de situatie is en het aan te pakken. Of hulp te vragen van mensen om het op te lossen. Energiek zijn, dat word je door je lichaam iets te laten doen, weet je wel. Dat is wel leuk, want energie, dat is ook een doe-activiteit. Ik ga even een kleine oefeningetje met jullie doen. Doe maar eens even dit. Dus je zit achter de computer. En dan laat ik je even gelijk het verschil voelen tussen niet energiek en energiek zijn. Want nu denk je, hey, ik zit op mijn energie. Maar mogelijk kan het nog meer. Dus wijs maar eens eerst even omhoog. Dus wijs eens even omhoog. En dan zie je dat die vinger, die komt tot een bepaalde lengte, zeg maar. Dus dat voel je, hij gaat tot een bepaalde lengte. Maar rek je nou eens door de pijn heen uit en ga eens even helemaal door je pijn heen. En dan zie je dat je eigenlijk verder kan reiken dan je in eerste instantie gedacht hebt. En zelfs als je denkt, ik ben er al, dan nog kan je verder omhoog, weet je wel. En dan merk je ook, van daar voel je spiertension komen, weet je wel. Je voelt gelijk dat je lichaam zijn best gaat doen. Het gaat een stukje verder. Nou, datzelfde kunnen we ook in ons lichaam doen. Doe maar eens even dit. Span maar eens een hele mooie ontspanningsoefening over tegen stress. Maar span maar eens even je spieren aan van A tot Z. En ik ga ze gewoon benoemen. Dus we beginnen gewoon even met span je spieren aan van je kuiten. Span dan je spieren van je kuiten en je bovenbenen aan. Gaat dat goed? Span je onderbuik aan. Gaat dat goed? Span je borst tegelijkertijd ook aan. Dus we hebben al 4 groepen aangespannen. Span nou je onderarmen, je armen aan. Je schouders, je nek. En doe maar eens even dit. Adem eens in. En doe dus nog een keer extra aanspannen. Nog een keer extra aanspannen. En laat ze in 1 keer los. Ja, nog een keer doen. Dus onderbenen. De kuiten aanspannen. De bovenbenen tegelijkertijd aanspannen. De onderbuik. Je rug, onderrug. Je achterrug, bovenrug. Je borstspieren. Je onderarmen. Je handen. Je bovenspieren. Je nek, je schouders. Span aan. Adem in. En span nog een keer aan. En nog een keer. En nou in 1 keer loslaten. En nou voel je, dat is energie. En dat voel je aan het tintelen van je lijf. Je weet je, in ontspanning komt je, je voelt in 1 keer, mijn lichaam komt in beweging. Weet je? Maar dit soort dingen, zeg maar, dat zijn doe-activiteiten. Want energie kun je dus genereren. Samen dingen doen kun je genereren. In het zonnetje gaan zitten is een doe-activiteit, kun je genereren. Innerlijke rust kun je genereren door tempo te vertragen. En niet continu te rennen. Niet om de zoveel tijd op je telefoon te kijken. Maar bijvoorbeeld gefocust is 25 minuten in flow ergens aan werken. En dan komt automatisch komt de rust. En komt ook waarschijnlijk ook meer effectiviteit in focus. Dus al deze dingen die jullie hebben gedoend. Die je positief gevoel geven. Zijn dingen die je dus kan manifesteren. En dat is super gaaf. Want Fredrickson, dat is die had de lijn. Six en Mia Lee, die hebben een positiviteitsboek geschreven over flow.
hoe je in moeiteloosheid komt door de juiste routines te volgen. En dat had heel vaak te maken met zitten op je talent, werken vanuit je natuurlijke voorkeuren, jezelf niet onder druk zetten met patronen uit het verleden van je ouders bijvoorbeeld. Ik las gisteren iemand die nog steeds last heeft van de opvoeding van haar te strenge vader, weet je wel, tot op de dag van vandaag, terwijl die man helemaal niet meer in haar omgeving is. Maar bijvoorbeeld ook in een omgeving waar mensen je onder druk zetten. Ik had deze week met een bedrijf gesproken waar alle medewerkers stress hadden en zich eenzaam voelden, et cetera. En toen ik suggestie deed van, moet je dan niet gewoon eens met één op één met alle mensen gewoon gaan praten? Want zij wilden heel veel activiteit gaan doen rondom leuke activiteiten te organiseren. En dat kan natuurlijk wel, maar het begint altijd met de verbinding tussen één persoon en de ander. En vraag gewoon eens, hoe is het met je? Hoe gaat het? En waar loop je mee rond? En kan ik je misschien ergens bij helpen? Weet je wel, daar begint het mee. Een echte verbinding, een echt gesprek, echt interesse in de mens. Nou, die Fredrickson, die kwam daarna. Die heeft toen een boek geschreven, dat heet Positivity. Dat moet je maar eens lezen. Super gaaf boek. En die kwam tot de conclusie dat generiek gesproken mensen, als ze positief zijn, plezier ervaren, dankbaarheid, sereniteit of rust. Bij wie zag ik dat ook weer staan? Bij Simone. Interesse, dus werkelijk betrokken, geïnteresseerd, gepassioneerd ergens in opgaan. Hoop, trots, amusement, inspiratie, ontzag en liefde. En als deze of een combinatie van die dingen aanwezig is, dan voelen mensen zich positiever. En dat is hartstikke leuk. Want stel je voor, je zou dit rijtje opschrijven en je zou het naast je eigen rijtje leggen. Misschien kun je wat dingen nog naar je eigen rijtje toe shiften. Dus van de dingen die hier staan, nou, doe er maar eens. Welke is voor jou deze week nog extra belangrijk om te activeren? Bij mij is dat bijvoorbeeld trots op wat ik heb gedaan. Als ik dat toevoeg aan het palet wat ik al heb, dus ik voeg het toe aan verbinding, empathie, creatie, samen, gevoelen mogen zijn, dankbaarheid. Nou, dan, en ik voeg er ook nog trots op dat het een gave week was geweest en dat ik trots ben op wat we samen gemanifesteerd hebben. Nou, dan krijg je nog meer power in je positiviteit. En dat is een doe-activiteit, want ook trots doe je. Hè? Door het gewoon te zeggen, ik ben trots dat ik het heb gedaan. En je zegt tegen een ander, ik vind het zo fijn, ik ben trots op jou dat jij het zo hebt gedaan. Dat is ook een doe-activiteit, dat is hartstikke gaaf. Dus trots en dankbaarheid, zegt Wouter. Boukje zegt trots en inspiratie. Dus even kijken wat anderen nog zeggen. Dus is er misschien dankbaarheid en inspiratie, zegt Ingrid, gaaf. Ja, ik zit ook te denken van amusement. Ik heb deze week iets te weinig amusement gehad. Daar mag er bij mij ook wat trouwens wel een beetje in. Dat zou nog meer een extra boostje geven. Trots, zegt Simone. Gaaf, Simone. Welmoed zegt plezier en dankbaarheid. Bea zegt inspiratie en dankbaarheid. Oké. Kijk, die dankbaarheid, dat is een gaaf dingetje, zie je dat? Dus als wij iets doen en wij gaan meer kijken naar waar we dankbaar voor kunnen zijn. Stel je voor, je zou een dankbaarheidsritueel gaan doen aan het eind van de dag. Hè, ik zit in mijn lijstje, als ik het invul, dat is gerelateerd aan mijn missie. En dan schrijf ik op, 100.000 mensen geïnspireerd of vitaal aan het werk krijgen. En dat is mijn waarde, creatie, empathie, persoonlijkheid, verbinding, plezier. En nou, daar komen wat doelen uit die ik maandelijks, wekelijks moet doen. En dan heb ik aan de rechterkant de joy dingen en de vitaliteitsdingen. En die plan ik dan als eerste in. En daaromheen vormt mijn agenda zich. Dus vandaar dat ik soms wel eens tussendoor zangles heb. Of dat ik tussendoor even muziek ga maken. Of tussendoor even ga tennissen met mijn broer. En dan schuif ik een beetje met de uren. En als dat kan, is dat heel erg handig. Maar aan het einde van de dag, als je dan ook nog zegt van, nou, dit vond ik fijn aan mijn dag. En ik heb dat gedaan. En daar ben ik dankbaar voor. En dat was. Daar ben ik dankbaar voor. En ik ben met die persoon dat gecreëerd, ben ik ook dankbaar voor. Dan wordt je gevoel tot positief sentiment wordt gevoed. En dat schijnt een van de krachtigste dingen te zijn. Want iemand die dankbaar is, ervaart minder stress. Die heeft wat minder negatieve gedachten. Die focust zich namelijk op wat er wel is in feite, tot wat er niet is. Ines zegt nog dankbaarheid. Jaap zegt nog hoop. Hartstikke gaaf. Jaap, dankjewel voor jullie reactie. Oké. Wat zijn dan de voordelen? Stel je voor, je zou dit als doelactiviteit kunnen activeren. Wat zijn dan volgens jou de voordelen daarvan? Mijn rust en dankbaarheidsmomentje is elke dag de natuur in met mijn hond. Ja, gaaf, Simone. Oké, dus stel je voor, je zou dit meer activeren. Wat zijn dan voor jou daar de voordelen van? Dus wat zijn de voordelen? En ondertussen zal ik even mijn daily dream plannen. Want mensen vragen zich altijd af, hoe ziet zo'n ding eruit? Die zal ik er alvast even inzetten. Dan kun je zien hoe dat ding eruit ziet. Hij zit in de,
in de handouts kun je hem downloaden. Dus wat zijn volgens jou de voordelen van deze vorm van positiviteit creëren? Want eigenlijk design je het nou. Je gaat niet zomaar met het leven mee en wachten tot positiviteit er komt. Je gaat je focus erop leggen, je maakt er een plannetje voor en je gaat er bewust meer mee bezig om het te creëren. En door dat consistent te doen, repeterend terug te laten komen, en het zit hem in hele kleine dingetjes, jongens. Het zijn niet grote dingen, het is niet de wereldreis naar Azië, dat kan natuurlijk wel. Maar het zit hem in hele kleine dingetjes. Dus zitten op een bankje in de zon, theetje drinken met je vrouw, een wandelingetje maken met je hond. Het zit hem vaak in die kleine dingen. En wat zijn de voordelen? Meer focus en plezier, zegt Wouter. Ja, denk ik ook. Ik denk meer focus en verbinding. Denk ik. Meer focus en verbinding. Dus betere focus op dingen die werkelijk belangrijk zijn en verbinding met anderen, weet je wel. Daar zit het hem vaak in. Dus dat is super gaaf. Dus zet nog even in de chat, wat zijn de voordelen? Ik heb ze voor jullie overigens opgezocht. Dus uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de voordelen zijn van positiviteit, dat je psychischer weerbaarder wordt, dat het je mentale vermogens bevordert. Dus je wordt lichter in je hoofd, je kan beter de realiteit zien, je kan makkelijker oplossingen vinden voor positief voor problemen. En je algemene sentiment, zeg maar, is ook veel lichter en positiever, weet je wel. Je kan beter relativeren. Ja, Peja, ja. Nieuwe tijd en aandachtverdeling, zegt Joost. Ja, precies, Joost. Dat klopt. Het levert ook meer positieve sociale connecties op, want het schijnt zo te zijn dat als jij positieve uitstraling hebt, en jij doet positieve dingen, dan trek je automatisch ook meer positiviteit aan. Er komen gewoon mensen op je af. Je vindt de juiste situatie, de juiste mensen vaak. Het is een beetje de wet van alignment. Dat alles aligned loopt en dat schijnbaar je omgeving daar ook op resoneert. En er zijn hele gave onderzoeken gedaan naar hoe dat werkt met beïnvloeding van andere mensen. En ja, het mooiste is, dat is het filmpje wat ik eigenlijk had gestuurd, maar dat ga ik in de chat zetten voor jullie. Aan het einde zal ik zorgen dat dat erbij komt in jullie mailtje. En er is een filmpje over, je hebt twee mensen en die staan voor een basketbalveld. En er staat een groep omheen. En er is een mevrouw en een meneer. En die meneer die kan ontzettend goed basketballen. Dus die heeft heel vaak van die ballen in de hoep geschoten. Maar die vrouw heeft dat eigenlijk nooit gedaan. En die is ook vrij onzeker. Maar wat ze dan doen is, ze beide een blinddoek om. En de vrouw, dan gaan ze, voordat ze begint, allemaal positieve dingen tegen ze. Van jij kan dit, je staat recht voor het doel. Je hebt een fantastisch atletisch lichaam. Ja, ik zie al dat je stuiterde net de bal. Je hebt gevoel met die bal. Dat is onnatuurlijk hoe jij goed je dit nu al doet. Nou, en dan gaat zij schieten. En ze schiet hartstikke mis, maar ze ziet het niet. Maar de groep, die doet net alsof de bal er heel de tijd in gaat. Dus ze staan heel de tijd te juichen en haar aan te moedigen. Van, geweldig, weer één erin. Oh, helemaal te gek. Nou, en dan halen ze de blinddoek halen ze eraf. En dan mag ze nog een keer schieten. En dan geven ze haar nog een keer een positieve inprenting mee. En iedereen staat te klappen. Wat knap van jou, dit en dat. En dan schiet ze. En de eerste bal die ze schiet, die schiet er bijna in. De tweede gaat erin, de derde, de vierde gaat erin. En ze is helemaal, wauw, ik kon dit, weet je wel. Dan hebben ze die andere man, die kan heel goed basketballen, heeft dat heel veel gedaan. En die doen zo'n blinddoek om. En die schiet ballen, die schiet ze er echt wel in. Maar de groep doet net alsof die er langs gaat. Ah, oh, er langs. Ah, oh, jammer. Ah, oh, bijna. Ah, oh, nee, niet goed. Ah, oh, nee. Ja, je arm ging te snel naar beneden, weet je wel, dat soort dingen. En dan doen ze de blinddoek doen ze af en dan laten ze die man nog een keer schieten. En dan schiet de man helemaal niks meer erin. This volunteer believes she sunk a pair of blindfolded free throws. When earlier, with no blindfold, she missed 10 in a row. How will she do her second time at the line, now that she thinks she nailed those blindfolded buckets? Oh, close! So close, so close. That's number one. All right, keep it going, keep it going. Oh! She's definitely getting closer, but no baskets yet. You got this, you got this, you got this. Oh! Yes! Oh! Yes! Oh, you. Oh, oh, oh! Yes!
by making her think she sank those blindfolded shots, and by cheering and giving her positive reinforcement, it's almost like we hacked her self-confidence and got her to believe more in her natural abilities. In fact, out of 10 shots this time around, she ended up making 4. Quite an improvement. But what if one of our volunteers was already good at basketball? Whoa, this guy's got game. He made a whopping 9 shots from the line. Think there's anything we could do to make him worse? Okay, so let's have you take 1 shot, all right? You think you can do it, guys? All right, Josh, let's give it a shot. 3, 2, 1. Not quite, but it's all right. Let's let him try a second time. It's a tough one. All right. Wow. Let's give it a shot, Josh. All right. Well, look, the man is blind. Okay. Let's go ahead and take off the blindfold. So listen, it wasn't as easy as we thought, but let's have you do your 10 throws again without the blindfold. Okay. Just do your thing. 9 out of 10, maybe 10 out of 10. Okay. All right, let's see. You guys got his A game on? Come on, Josh. Whoa. All right, Josh. You got this, man. You got this. All right, that's 2. Remember, this guy made 9 free throws earlier, but now it looks like the crowd's negative reinforcement is throwing him off his game. Dat is de kracht van hoe dat invloed kan hebben op je mindset, zeg maar. Dus schijnbaar is positiviteit, straal je uit en heeft een invloed op jou als persoon. Maar ook als je ermee gevoed wordt en je krijgt veel positiviteit om je heen en veel complimenten, dan stijgt gewoon iemand in waarde voor zichzelf, krijgt hij meer zelfvertrouwen en lukken vaak dingen ook veel beter. Je fysieke gezondheid is beter, je voelt je beter, je hebt meer succes in zaken. Wetenschappelijk onderzocht, mensen worden succesvoller als ze geloven in zichzelf en een positieve mindset hebben. Geweldig. En je bent beter bestand tegen stress en tegenslagen. Even kijken. Simone zegt, als je zelf lekker in je vel zit, straal je dat ook uit. Krijg je dat ook mentaal terug, of veelal terug. Mensen reageren ook anders op je. Ja, klopt. Jaap, maar actie. Oké. Okay. Ingrid Boersma kan beter tegen stootje op vele vlakken en trek het positieve mensen en succes aan. Ja, precies. Dat is zo. Klopt helemaal. Oké. Okay. Ik heb met Slim... Sommigen die hebben dit model wel eens gezien van mij. Dit is uit mijn slimboek. Ik zal trouwens even mijn slimboek laten zien voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Dit is trouwens wel leuk. Dit is mijn boek Slim. Ik heb 4 boeken geschreven overigens. En deze is mijn allerbeste boek ooit. Hij is ook het mooiste, want hij is helemaal gekleurd met interactieve oefeningen en dat soort dingen. Maar dit was een kleine tegenvaller. Mijn tweede en derde boek zijn half zo goed als deze. Die hebben 30.000, 35 exemplaren verkocht. Deze, maar 4.500. Ik denk, what the fuck? Maar dat kan helemaal niet. Het is mijn beste boek. Weet je? Dus ik heb onlangs heb ik mensen gevraagd van, willen jullie mijn boek eens lezen? Zie ik het nou verkeerd? Of sla ik de plank mis? Maar nou krijg ik de recensies terug. En iedereen zegt, ja, supergoed boek. Makkelijk leesbaar. Hele makkelijke lessen. Direct toepasbaar. Praktisch. Mooi vormgegeven. Veel extra downloadbaar materiaal. Dus daar ligt het niet aan. Dus ik heb besloten, ik ga het opnieuw uitgeven. Ik laat me niet kennen. Gewoon een nieuwe voorkant erop. En de binnenkant hou ik hetzelfde. Ik doe er een werkboek bij. En die filosofie, dat is mijn levensfilosofie. Daar geloof ik in. Daar is geen ontkomen aan. Nou, en dit model komt eruit voort. En dit model is gebaseerd op 3 onderzoeken. We hebben een onderzoek gedaan in het bejaardenhuis onder 187 bejaarden. 163 bejaarden moet ik zeggen. We hadden ook begeleiding bij. Die mag ik niet meetellen. Nee, 163 bejaarden. En hadden we gekeken, was het verschil tussen de negatieve en de
minder de negatieve en de positieve groep. Nou, annex de vitale groep en de minder vitale groep. Waar zit het verschil? Nou, en dat was opzienbarend, want wij dachten dat het heel erg vitaliteit, heel erg met voeding, ademhaling, beweging te maken had. En dat heeft wel een beetje ermee te maken. Maar het had veel meer met de 5 hoofdcomponenten te maken. En we hebben ook een onderzoek gedaan in Arizona. Nou, hoe leert een mens op het allersnelste manier en wat beïnvloedt dat? Nou, en daar kwamen ook weer allerlei lessen uit. Nou, die hebben we gebundeld, zeg maar. We hebben nog een evidence-based onderzoek gedaan onder de lezers van Slim. Nou, daar waren eigenlijk de 3 onderzoeken. En daar is dit model uit voortgekomen. En wij kwamen erachter, als je positiviteit wil opwekken bij jezelf, dan heeft het een bepaalde flow-routine nodig. En die routine krijg je als er 5 componenten aanwezig zijn. Dat is enerzijds levensdoel, passie, bezieling, talent, discipline, dus dat je het ook consistent laat terugkomen. Dus niet discipline van dit, maar discipline dat je consistent het goede gedrag laat zien, zeg maar. Dat wil zeggen discipline. En dan had je aan de binnenkant had je een 7 componenten die ook meewerkten. Nou, dan zal ik hem even uitleggen. Levensdoel is, waarvoor ben je hier? Wat is jouw waarom? Simon Sinek zegt van, wat is je waarom? Dan komt het hoe en dan komt het wat je doet, zeg maar. Dus de why, die is direct gekoppeld in aan je limbisch systeem in je brein. Dat is namelijk, je bent daar emotioneel bij betrokken. Dus op het moment dat jij een duidelijk levensdoel hebt, of een duidelijke missie, of een duidelijke driver waar jij voor gaat, dan ben je directer betrokken, heb je meer bereidheid, meer betrokkenheid en vaak ook meer bevlogenheid om het waar te maken. Nou, dan is de tweede, dat is passie, bezieling. Waar ben jij enthousiast, geïnspireerd over en doe jij het ook? Want passie en bezieling is ook een doe-activiteit. En bezieling kan ook bevlogenheid zijn, hè? Dat je bevlogen ergens aan werkt, dat je erin opgaat. Dan heb je talent. Waar ben je echt goed in? Nou, als ik deze vraag aan mensen stel, aan een groep van 100 mensen, wie weet wat zijn nummer 1 talent is en draagt het elke dag uit, steek op 100 mensen, steken 3 mensen hun hand op. 3 tot 5 mensen. Als ik dan zeg, joh, ik kom echt niet naar je toe met een microfoon, maar wie weet het toch een klein beetje, hier ben ik stiekem toch wel goed in, want het is zo on-Nederlands om te zeggen, hier ben ik goed in. Maar je mag het zeggen hier. Nou, en dan steken zo'n 10 tot 15 mensen hun hand op. Die zeggen, ik weet wat mijn talent is. Dus we kunnen concluderen dat vaak weten mensen, ja, dat klopt, levensdoel vinden mensen ingewikkeld, je drijfveren vinden ze ingewikkeld, passie, bezieling, dat denken mensen dat hun moet overkomen. Soms is dat ook zo, weet je wel? Want als je de mindset en de focus erop hebt, dan overkomt het je vaak ook. Maar je kan het ook doen. Je kan het ook creëren voor jezelf. Nou, en dan heb je talent. Dat is waar je goed in bent. Nou, heel veel mensen hebben het zelf in zich niet waar ze goed in zijn. Nou, en dan moet je het gaan draaien in de goede routine. Maar als je die eerste 3 niet weet, dan is die routine vinden, dat is best wel een dingetje. En dan kan het zijn dat het leven je overkomt. En als het leven je overkomt, dan ben je eigenlijk, je zit in de bus, je zit niet achter het stuur, maar je zit ergens achterin. En die bus rijdt ergens in terwijl je niet weet of je op de goede plek komt. Nou, en zo is het zo dat in Nederland zitten heel veel mensen in een baan die ze niet leuk vinden. Nou, en 70% is wel tevreden, maar ze zijn niet bevlogen. Maar 12% is bevlogen. En nou, daar probeer ik jullie te brengen. Oké, dan heb je in de binnenkant, stel je voor je weet wel je levensdoel en je hebt de passie, bezieling en het talent geactiveerd en je hebt ook de juiste routine, dan heb je alleen nog maar energie nodig. Dat is levensenergie, bezieling, positieve sociale relaties, rustherstel, beweging, ademhaling en voeding. En het zit in die route, want in het bejaardenhuis dachten wij dat het omgekeerd was, dat het ademhaling, voeding, beweging zou zijn, en dan rustherstel en dan de rest. Maar het was echt, mensen stonden bruisend op, die positief waren, die deden nog waar ze bevlogen in waren, ze hadden gezellige, leuke mensen om zich heen, ze dachten positief, ze rustten af en toe uit, ze bewogen ook nog, deden ook nog iets met ademhaling. En die voeding, dat was nog wel een dingetje, want heel veel mensen deden ongezonde dingen. Dus 2 pakjes roomboter met draadjes vlees en dan 5 erop laten staan, is wel lekker, maar niet gezond. Maar schijnbaar heeft dat wel een positief effect op je vitaliteit. Nou, wetende dat dit er is, wat is, zeg maar, gaat dan bij jou nou goed? Dus wat gaat bij jou nou goed? En wat kan je extra activeren waardoor jouw positiviteit toeneemt? Dus wat gaat al goed? En wat kun je extra activeren om te zorgen dat die positiviteit toeneemt? Zet eens in de chat. Ik zal het bij mij ook doen. Bij mij was het deze week. Ik was deze week een beetje de discipline verloren. Maar daar kwam ik altijd zo druk. Gelukkig heb ik genoeg rust en herstel gedaan. Dus discipline was mij het aandachtspunt, maar wat supergoed ging is levensdoel,
En talent erbij zetten. Dat levensdoel en talent. Zet eens in de chat welke van die dingen ging goed en welke kan beter. Dus Diana zegt positieve sociale relaties voor een goede voeding. Boukje zegt positieve sociale relaties. Ging goed volgens mij. En waar zat de verbetering? Dus als je puur kijkt naar positiviteit, wat kan je dan helpen om positiever door het leven te stappen? Die mindset positief te krijgen. Oh nee, juist niet. Dus te weinig positieve sociale relaties. Oké. Okay. Wat goed gaat, talent inzetten. Wat beter kan, discipline. All right. Ja. Heel goed. Wouter nog? Eens even kijken, wie hebben we nog? Diana, Joost, Wouter, Carlijne. Zet eens Ines. Zet eens in de chat neer. Wat gaat goed? José. Hoi José, ook leuk dat je er weer bent. Patrick. Zet eens in de chat. Wat gaat goed, wat kan beter? Voeding gaat goed, iets te veel. Oh ja, dat kan ook. Focus, discipline kan beter, maar had meer verbinding. Goed zo. Flow in het werk en positieve sociale relaties. All right, heel goed. En dat is natuurlijk voeding, beweging, positieve sociale relatie, discipline. Ging dat goed, Simone, of was dat het de verbeterpunt? Positieve discipline, voeding, aanmaak kan beter. Ging goed, mooi zo. Beter rustherstel, goed beweging. Oké. Okay. Nou, heel goed. Super, jongens. All right. Ik heb nog een klein oefeningetje. Ik heb een Mentimeter openstaan. En dan kun je op je telefoon eventueel naar mentimeter.com. Even kijken of ik hem in beeld kan brengen. Yep. En dan mag je even naar menti.com en daar zie je een code bij staan. Je kan hem ook inscannen eventueel. En daar kun je die code invullen 5991895. 5991895. Nou, eens even kijken of ik hem... Kijken of jullie dit zien staan. Dus je kan even naar... Ik zal hem nog een keer openzetten. Dus je kan even naar menti.com. En dan gebruik je even de code 5991895. Ik kan ook even in de chat even de link zetten naar de... Even de link kopiëren. Die zet ik even in de chat voor jullie. Dan kun je gewoon de link volgen. Is net zo makkelijk. Je vindt hem ook nog een keer. Als je daarop klikt. Dan kun je even 3 woorden invullen. Van wat heb je geleerd? Even kijken. Dus wat heb je geleerd? Even kijken. Ja. Ja, en dat gaat goed. Ik zie de reacties binnenkomen. En dan zie je staan hoop, positiviteit, slim, kanjer, ademhaling, wat flow geeft, hoe je positief wordt, hoe ik verbeter, ordenen, actie, keuzes maken, doen, zon. Slim topboek, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik zie nog steeds meer reacties binnenkomen. Dus ik moet hem even kunnen delen, want dat is share your screen. Even kijken, kan ik hem delen? Kijk, en dan zie je alle reacties van jullie staan.
Ja, je mag een woord ingeven, mag ook een zinnetje zijn hoor, Wilmoet, dus dat is helemaal prima. Maar je ziet dus mindset positief, bewegen, belang van inspiratie, veelzijdigheid, van positiviteit, voeding, bezieling, doen, positief handelen, positiviteit, slim topboek, kanjer, keuzesmoment, eens even kijken, doen, flow, ja, heel goed, super. Kijk, dat is leuk, hè? Want dan geeft het een beetje lekkere interactiviteit via een ander kanaaltje. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk de leringen die we hebben gedaan, dat we die activeren. Nou, ik heb nog een klein dingetje. Want als je nou denkt van, nou, ik wil best wel een inzicht krijgen hoe ik dat voor mezelf doe, zeg maar. Dan heb ik een heel handig tooltje ervoor, de Slim Assessment. Die ga ik in de mail naar jullie toezetten, waarbij je een vragenlijst krijgt, die volgens de 7 gebieden van Slim precies aangeven hoe je ervoor staat. In eerste instantie volgt de 10 levensgebieden en daarna volgt er een percentage uit en dan heb je een 50-tal vragen. En als je die eerlijk beantwoordt, dan krijg je precies een weergave van hoe goed je gaat. Dus hoe vitaal, hoe positief, hoe goed gefocust op wat jij belangrijk vindt, hoe je in verbinding bent met anderen, je mate van succes, je gevoel qua geluk dat je ervaart, et cetera. En op het moment dat je dat plannetje hebt, dan kun je namelijk makkelijker daar stap op zetten. Oké, dit was mijn verhaal voor vandaag. Jammer dat de filmpjes niet waren opgeload, maar ik ga gewoon een linkje naar jullie toe zetten dat je hem alsnog krijgt. Ik hoop dat jullie het hartstikke leuk hebben gehad en dat jullie volgende week er weer bij zijn. Volgende week gaan we het hebben over een super gaaf thema. Graag gedaan, Simone. Dank je voor je energieke verhaal. De link, ja, Wouter, ik kan hem ook in de Slim Huddle zetten. Ik zal even het adres daarvan in de chat zetten. Als je namelijk extra materiaal wil of je wil gewoon eens snuffelen in de voorgaande Slim Huddle dingen, wees vrij naar de Slim Huddle te gaan. Daar kun je gewoon voor aanmelden. Als je het boek wil hebben, je gaat hierna naar een downloadpagina, daar kun je eventueel het boek bestellen. Super gaaf boek, Simone, om te lezen. Ik stop er vaak ook nog wat extraatjes bij, dus voor positiviteit. Wil je voor je team of voor je organisatie een keer mij inhuren voor een webinar of een inspiratiesessie, dat mag natuurlijk ook. Wees dan vrij met te bellen. Ik ben in verbinding met mensen aan het gaan. En zoveel mogelijk persoonlijke gesprekjes. En dan nodig ik je ook van harte uit. Voor nu, dankjewel. Mocht je vragen hebben, stuur ze naar me toe. Hier vind je de gegevens waar je me kan vinden. En wil je me gewoon spreken voor jezelf, dan bel me gewoon. En hou gewoon een heel graaf, goed gesprek wat positiviteit geeft. Alright, maak een fijn weekend. Eens even kijken wat jullie hebben gehad. Bedankt Wouter. Dank je Wout en fijne dag. Dank je voor de webinar. Alvast een goed weekend. Graag gedaan. Bedankt, het was erg inspirerend. Dankjewel, Wilmoet. Superleuk, dankjewel. Bedankt weer, Wout. Fijne dag allemaal. Dankjewel, Wout. Hartstikke leuk en positief. Bedankt, heeft me goed gedaan. Oh, gaaf daar, Diana. Goed zo. Wout, bedankt. Fijne zonnig weekend. Dankjewel voor je energieke verhaal, Wouter, Simone. Ja, hartstikke gaaf. Oké, jongens. Dankjewel. Maak een fijn weekend. En zet hem op met positief zijn.